Boven de toegangsdeur van de kampeerauto vindt u de bediening van de verwarming en de boiler. De schakelaar bestaat uit een binnenring en een buitenring. Wenst u warm water, dan draait u de buitenring op 60 graden. Binnen 10 minuten is het water op 60 graden in de boiler. Daarna zet u hem op 40 graden. Zo bespaart u energie en de warmte blijft behouden. Wenst u de verwarming aan te hebben, draait u de ring naar het vlammetje. Wenst u verwarming en warm water, dan draait u de ring op het vlammetje en de golfjes met 60 graden. Met de binnenste ring stelt u de temperatuur van de kachel in.